Sterima is voornamelijk actief in de reprocessing van herbruikbaar chirurgisch instrumentarium. En dat doen we enerzijds voor ziekenhuizen en anderzijds voor medical device companies. Die medical device bedrijven hebben namelijk een service waarbij zij instrumentarium voor een eenmalig gebruik aan een ziekenhuis uitlenen. En we noemen dat leeninstrumentarium. Voor die implantatentray zochten we naar een oplossing die enerzijds efficiënt was en anderzijds kon garanderen dat de trays zoals ze vertrekken naar de ziekenhuizen, die dus de implantaten bevatten, ook volledig de inhoud bevatten die nodig is. En dat we aan onze klant, de medical device company, kunnen garanderen dat de inhoud en de verbruiken exact aan hun worden doorgegeven. Het was voor ons belangrijk dat de oplossing volledig zou kunnen geïntegreerd worden in ons bestaand proces en in onze ERP-software. We dachten bij de oplossing wel van in het begin aan RFID, maar we wisten wel dat het niet evident zou zijn, omdat de meeste van de implantaten uit metaal bestaan. En metaal beïnvloedt dan de leesbaarheid van RFID-tags. Het proces moest efficiënt zijn en intuïtief in gebruik voor de operatoren. We hebben dan samen met Aucxis gezocht naar een oplossing en we zijn uitgekomen bij een RFID-tunnel, waardoor we kunnen garanderen dat alleen maar die RFID-tags gelezen worden die ook effectief door die tunnel passeren. Daarnaast levert Aucxis ons ook de software die ervoor zorgt dat de RFID-tags als één bestand aan ons bestaande ERP-systeem wordt doorgegeven. Enerzijds hebben we nu een foutloos detectieproces en kunnen we dat ook zo aan onze klanten garanderen. En anderzijds was er ook een serieuze efficiëntieverbetering. We kunnen nu met hetzelfde aantal mensen een groter aantal trays per jaar behandelen, waardoor die investering zich op 1 jaar heeft terugverdiend. De samenwerking met Aucxis is goed verlopen en we gaan ook verder met hun blijven kijken naar opportuniteiten om onze processen te verbeteren.